Ik ben Brendel Fiesak, 19 jaar maatschappelijk werker. In het dagelijks leven ben ik hoofdmaatschappelijk werker. En ik geef de cursus Sociale Kaart, waarbij ik de vrijwilligers probeer mee te nemen doorheen het werkveld, hetgeen er allemaal bestaat van voorzieningen. Ik hoop dat de cursisten op het einde van de cursus beseffen dat er heel veel bestaat, maar dat ze vooral niet alles moeten weten liggen en weten zijn. En ik stel vast dat dat heel moeilijk is en dat je heel vaak terechtkomt in de situatie waarbij de professional de verschillende mogelijkheden gaat geven. En ook de cliënt in kwestie ook een beetje dat verwacht, zijnde van ik kom naar jou met mijn probleem, geef mij een oplossing. En dat is net het verschil van arme tekort. Je moet daar geen oplossing in geven en het is echt oké om aan te geven, ik weet het zelf ook niet. Laat ons samen eens kijken wat er is of wat denk jij. Want heel veel mensen in armoede hebben wel een heel sterke overlevingsskills en weten eigenlijk heel veel en hebben ook heel veel krachten. En het zijn die krachten dat je een stukje moet benoemen en ook al kunt benutten. En dat is eigenlijk het heel mooie, dat je vanuit de sterkte vertrekt en niet van het idee van ik zal jou even de oplossing geven. Nee, geef niet te vlug zelf de mogelijkheden aan, ook al weet je dat. En probeer ook je eigen netwerk, je eigen cultuur een stukje los te laten. Hè? Want dat merk ik ook heel vaak, is dat mensen hun eigen cultuur, hun eigen geplooidheden meenemen en dat gaan koppelen. En dat is niet echt fout, hè? Maar probeer dat ook een stukje los te laten en laat ook de andere persoon in zijn eigen waarde. En uiteraard zijn er ook mindere punten en daar moeten we er ook aan werken. Maar ze hebben al zo vaak krijgen ze te horen dat het allemaal niet goed is door te benoemen hoe creatief dat mensen ook kunnen zijn. Creatief in het overleven, want dat is denk ik niet evident. Ja, dan heb je ook al een heel sterke basis. Wel, ik geloof heel sterk in burgers die zelf initiatief nemen. Hè. Ik geloof heel sterk in initiatieven aan armentekort. En ik denk dat dat een heel krachtig instrument is, omdat je dat heel erg sterk aanvullend kan werken op de maatschappelijk werker binnen het welzijnslandschap. En ik geloof echt dat daar ook wel een potentieel in zit. Dat je effectief samen kan werken om zoveel mogelijk armoede of kansarmoede, om mensen sterker te maken. Want